We hebben een aantal roerige maanden achter de rug en het einde lijkt voorlopig niet in zicht. De stikstofdiscussie en de daaraan gerelateerde boerenprotesten. De problematiek wat betreft de opvang van vluchtelingen. Met als dieptepunt dat afgelopen dinsdagnacht, maar ook gisteravond, 700 mensen buiten voor het AZC in Ter Apel moesten slapen. Meneer Van Dijk, commissaris van de Koning voor de provincie Noord-Holland, is live in de studio en ligt de meest prangende issues van dit moment toe. En ook natuurlijk voor ons van belang, welke rol speelt de provincie daarin en welke rol kan de provincie daarin spelen? Meneer Van Dijk, allereerst dank voor uw komst. Leuk u Zullen we tutoyeren, Ruud? Ruud, moet ik zeggen. Hartstikke goed. Dat maakt het gesprek inderdaad wat makkelijker. Prima. Dan ben ik eigenlijk gelijk ook eerst benieuwd naar uw achtergrond. U bent inmiddels ruim 3 jaar de commissaris van de Koning voor de provincie Noord-Holland. Om een beetje een idee te krijgen wat dat inhoudt. Hoe ziet een gemiddelde dag voor u eruit? Veel overleg, veel vergaderingen. Soms een kopje koffie drinken met mensen. Vandaag heb ik weer iets van 15 nieuwe medewerkers mogen beedigen van die nu werken bij de provincie Noord-Holland. Dus dat is heel erg een mooie sessie. Daar maken we altijd even wat tijd voor vrij om kennis met ze te maken. En wat te praten over wat het is om bij een provincie te werken. Waarom ze bij ons willen werken. En het is heel fijn om te zien dat er, ondanks de krappe arbeidsmarkt, nog steeds toch veel mensen ook graag willen werken voor de provincie Noord-Holland. Dus dat heb ik vandaag ook gedaan. En bezig, voor een deel ook bezig met de zaken die je net noemde. Ja, nou daar gaan we het natuurlijk zo meteen nog iets meer over hebben. U bent begonnen op 1 januari 2019. Nou, ik vermoed dat de verschillen tussen toen en vandaag enorm groot zijn. Op bepaalde punten en misschien op bepaalde punten ook weer helemaal niet. Wat is u het meest opgevallen in die tussentijd? Ja, wij zijn natuurlijk net eigenlijk als het vorige kabinet zijn wij als in maart 2019 waren de statenverkiezingen. Dus ik ben begonnen eigenlijk net voordat de statenverkiezingen waren. Dat was natuurlijk heel fijn. Ik heb het oude college een paar maanden nog kunnen draaien. En ook demissionair, dus zeg maar na de verkiezingen. Ja, toen waren natuurlijk de problemen met wat stikstof niet. Waren niet. De stikstof was er wel. En wellicht het probleem ook. Maar het was niet zo manifest aanwezig dat je de problemen had die we nu hebben. Er is natuurlijk een behoorlijke asielcrisis bijgekomen. Dus heel veel zaken die er toen niet waren, zijn er nu wel. Energie, als je kijkt naar het gebrek aan energie wat we hebben, dus dat op heel veel plekken eigenlijk de energie niet kunnen leveren of niet kwijt kunnen. Hè? Dus dat het elektriciteit net het allemaal niet aan kan. En dat zijn toch, denk ik, uitdagingen die wel haak staan soms op de doelen die je wil halen. Want als je op een bepaald bedrijventerrein met elkaar hebt afgesproken om te verduurzamen en je wil eigenlijk van het gas af of van de fossiele brandstof af, maar je hebt dan wel elektriciteit nodig, maar het is er niet. Omdat de kabels het niet aankunnen, wat dan ook. Dan word je natuurlijk toch wel belemmerd in de ambities die je hebt. Dus er zijn een aantal uitdagingen bijgekomen die maken dat het best puzzel is. Ja. U noemde ze net op, alle kwesties die spelen. En dat is heel uiteenlopend. In hoeverre moet je dan als commissaris van de Koning, en dat geldt voor u, maar ook voor uw collega's in de andere provincies, van alle markten thuis zijn? Want er komt zoveel meer bij kijken dan de krant lezen en op de hoogte blijven. Kijk, allereerst hebben we natuurlijk een college van gedeputeerde staten. Je zou kunnen zeggen dat zijn de wethouders op provincieniveau en die hebben hun dossiers. Dus ik heb een gedeputeerde die verantwoordelijk is voor stikstof. Ik heb een gedeputeerde die verantwoordelijk is voor wonen, economie, landbouw. Sport, natuur. Eigenlijk dus al die terreinen, erfgoed wat we hebben. Dus op al die terreinen hebben we natuurlijk ook gewoon politiek verantwoordelijke gedeputeerden. En die zijn ook eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk. Die leggen verantwoording ook af aan de provinciale staat. Als commissaris heb je natuurlijk niet van al die zaken verstand, maar we hebben natuurlijk wel heel veel ambtenaren bij de provincie Noord-Holland. En ik kan zeker zeggen dat op het gebied van stikstof en andere zaken, hebben wij gewoon hele goede ambtenaren die je kunnen informeren en die ook helpen om te zorgen dat daar waar nodig de zaken gebeuren, die moeten gebeuren. Maar in eerste instantie hebben we natuurlijk een professioneel team van gedeputeerden die ook met deze zaken dealen. En heel veel van deze uitdagingen die je net noemde zijn natuurlijk niet specifiek voor Noord-Holland, maar zien we in heel Nederland terug.
En dat betekent ook op bijvoorbeeld de 12 provincies in Nederland werken samen in het IPO. Dat is het interprovinciale overleg. Maar je zou kunnen zeggen de branchevereniging van provincies. En daar zitten ook allemaal gedeputeerden die diezelfde portefeuille hebben. Die werken ook weer samen. Die bundelen hun kennis weer. En we hebben natuurlijk het Rijk zelf met ambtenaren. Dus ja, je zou kunnen zeggen, we proberen dat als één overheid aan te pakken. Het is niet altijd zo makkelijk, omdat de overheid soms ook met elkaar wel eens in de clinch ligt over de oplossing. Maar zo proberen we dat te doen. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat als we nu inderdaad kijken bijvoorbeeld naar de opvang van vluchtelingen, dat de commissaris van de Koningin in Groningen, René Paas, daar misschien heel anders in staat dan een andere. Of praten jullie dan meer met elkaar? Hoe werkt dat? Nou, we hebben een kring van commissarissen. En wij komen iedere maand bij elkaar. Dus dat zijn de 12 commissarissen in Nederland. Ik denk dat de commissaris van Groningen er niet anders in staat. Maar ik denk wel dat zijn uitdaging op dit moment. Goed. En dan met name ook voor de burgemeester van de veiligheidsregio waar het Apel onder valt. Dat is Koen Schuiling van Groningen. Ja, die hebben natuurlijk een immense opgave. En het is natuurlijk eigenlijk helemaal schrijnend dat dit probleem tot op de dag van vandaag al niet getackeld is. We zitten er dus wel met elkaar op dezelfde manier in. Overigens, Noord-Holland heeft. Het is op dit moment zo dat de asielopvang is belegd bij de veiligheidsregio's. Er zijn een aantal provincies die hebben 1 veiligheidsregio. In Noord-Holland hebben we er 5. Ja. Dus dat betekent dat de opgave in Noord-Holland eigenlijk altijd maal 5 is. We hebben dat ook gezien met de Oekraïne-opvang, waarbij 2000 Oekraïners per, in het begin was dat nog, per veiligheidsregio moesten worden opgevangen. Nou, in Noord-Holland betekent dat dan 10.000. We zitten er zeker hetzelfde in, maar de uitdaging is voor de een soms wel wat groter dan voor de ander. Ja. Ik wilde het niet te persoonlijk maken, maar ik moest wel heel erg lachen. Want gisteren zei u tegen mij tijdens het voorgesprek, nou goed, het is lokale radio, we houden het luchtig. Dus heb ik toch besloten dat ik deze vraag, die iets persoonlijker is, toch ga vragen. We hebben de laatste weken best veel schokkende beelden ook gezien met betrekking tot alles wat er nu speelt. De oorlog in Oekraïne, inderdaad, Ter Apel. Maar ook het stikstofdebat, de kloof die het met zich meebrengt binnen de politiek. Maar ook de boerenprotesten. Wat doet alles wat u ziet en hoort en wat er gebeurt in Nederland, wat doet dat met u als persoon? Dat is de reden waarom ik hier zit. De reden waarom ik hier zit is dat ik begaan ben met wat we met elkaar van Nederland willen maken. Waar we naartoe willen. Ja. En ik ben van het hout gesneden dat als je ergens wat van vindt of wil meepraten, dan moet je er ook wat zelf aan willen doen. Dat is ooit de reden waarom ik ook in de politiek ben gestapt. Ik ben 10 jaar wethouder geweest in Haarlemmermeer. Dat was in 2003, 2013. En ik had een carrière bij het ministerie van Justitie op dat moment. Ik was verantwoordelijk voor met name de financiering van het tegengaan van terrorisme. Dat was toen heel actueel, want ja, die Twin Towers waren omvergeschoten. Dus de hele wereld lag wat dat betreft overhoop. En toen werd ik gevraagd om wethouder te worden in de Haarlemmermeer. En toen dacht ik, ja, hey, dat is toch iets waar ik een stukje voldoening uit kan halen. Omdat dat een soort van, het is ook wel zinvol en het geeft je ook wel een voldaan gevoel. Als je iets kunt doen voor je omgeving, wetende dat dat heel lastig is. En dat dat de laatste jaren alleen maar lastiger is geworden. Hè. De politiek versplintert. We zien toch dat binnen partijen vaak discussies uitmonden in dat er weer een nieuwe partij wordt opgericht. Ik zeg altijd, je moet luisteren, praten en beslissen. En als je het eerste niet kan, dan is het tweede al helemaal lastig. Maar het derde doe je dan niet meer. En als we niet meer beslissen, ja, dan gaat het land niet vooruit. En toen ik heb 6 jaar in het bedrijfsleven gezeten toen op een gegeven moment als voorzitter van Transport Logistiek Nederland. En toen kroop toch weer dat bloed van het openbaar bestuur. Dat ging toch weer een beetje kriebelen. Omdat ik dacht van, ja, weet je, ik wil dat luisteren en praten wil ik eigenlijk weer gaan bevorderen, want ik vind het heel belangrijk dat we naar elkaar luisteren. Zonder dat we gelijk een mening hebben en dat we misschien wel vragen stellen aan degene die ons wat vertellen. En hopen dat je dan meer tot elkaar komt. En dan ga je praten en als je dan tot elkaar komt, dan haal je misschien niet het maximale eruit, maar dan ga je wel beslissen. En beslissen hebben we heel hard nodig, want we hebben natuurlijk gezien in de stikstofcrisis dat ooit een oplossing is bedacht. Maar dat was natuurlijk eigenlijk geen oplossing, dat was een uitstel. Alleen als je dan niet later een keer tot een oplossing komt, ja, dan loop je in de valkuil waar we nu in zijn gelopen. En ja, tot de dag van vandaag zie je dat we heel veel moeite hebben om in dat dossier naar elkaar te luisteren en te praten. En dus ook heel moeilijk tot beslissingen komen. Hoe kan het dat we inderdaad, want je ziet dat het zijn hele verhitte gesprekken die het binnen de politiek al met zich meebrengt. Je merkt ook dat dat ook
toch wel voor een bepaalde onrust zorgt binnen Nederland. Hoe kan het juist dat we op deze kwestie, het stikstofbeleid en het stikstofdebat, het gesprek zo moeilijk met elkaar voeren? En dan waarschijnlijk het component luisteren wat u... Nou ja, je ziet het natuurlijk nu. Hè. In het kabinet is het zelfs moeilijk. De afgelopen week met juist. CDA en wat daar dan gebeurt. Kijk, als je... een politicus is natuurlijk niet geboren als een stikstofspecialist. Maar wordt wel gevraagd om in de Kamer op basis van een stel feiten... uiteindelijk politieke keuzes te maken hoe je het gaat oplossen. Maar... En wat je vaak ziet is dat de discussie heel erg gaat over de feiten. Is het wel zo? Is het wel zo erg? Gaat het hier wel? Gaat daar wel? En als we daarin blijven hangen, komen we natuurlijk nooit aan de oplossing en komen ook niet aan uiteindelijk het besluit wat nodig is. Daarnaast zijn er soms crisissen of voorvallen waarbij je nog niet helemaal zo goed weet hoe dan de oplossing uiteindelijk zou moeten zijn. En dan moet je ook als politiek soms lef hebben en durf hebben om toch een besluit te nemen om in ieder geval een stap verder te zetten. Maar misschien ook soms met elkaar het besluit te durven nemen om te zeggen, hey, dat hadden we beter kunnen doen. En dan denk ik dat je een heel goed politicus bent. Want niemand heeft de wijsheid in pacht. En al die 150 Kamerleden die er zitten, dat zijn niet geboren stikstofspecialisten. Maar die worden wel gevraagd om namens ons besluiten te nemen om te zorgen dat Nederland niet stilstaat. En ja, dan ben ik nog wel op een gegeven moment zo dat ik vind, ja, en dan moeten we nu op een gegeven moment wel met elkaar vaststellen, dit zijn de feiten. En nu moeten we met elkaar politiek gaan debatteren over de oplossingen. En daar kunnen verschillen in zitten. Nou, we hadden zojuist al een beetje besproken hoe hij daar als persoon naar kijkt. Maar ook natuurlijk in de rol van commissaris. Want volgens mij ga je met dat petje op een gegeven moment ook gewoon slapen. Maar er zijn natuurlijk een heleboel gebeurtenissen die hebben gespeeld en vooral nog spelen. Waaronder we hadden het er net kort over, de opvang van de vluchtelingen. Wat op het ogenblik echt schokkende beelden oplevert als we kijken naar bijvoorbeeld Ter Apel. 700 mensen die buiten moeten slapen. De burgemeester van Groningen heeft het kabinet nu een ultimatum gesteld om voor vrijdag met een oplossing te komen. Want, zegt hij, mensen gaan niet meer buiten slapen. Hoe heeft het zover kunnen komen? Ja, het zou wel heel eenvoudig zijn als ik het hier in 3 minuten zou kunnen voorspellen. Maar het is denk ik wel... het gaat denk ik veel langer terug. Hè. Ik bedoel, we hebben eerdere asielcrisis gehad. Dat was 2015-16. Waarbij Nederland ook in zekere zin in brand stond. En dat er heel veel asielzoekers waren. Die moesten opgevangen worden in noodlocaties. Dat heeft toen... heel veel gemeenten hebben toen ook meegewerkt. Sommige gemeenten werkten mee. Allerlei dingen ingericht. En toen kwamen er uiteindelijk geen asielzoekers. Kortom, dat was... Je zou eigenlijk het idee hebben gehad dat we toen ook heel veel hebben geleerd over hoe je zo'n proces goed zou moeten managen. Ik denk dat daarna een aantal jaren het wat rustiger was. Hebben we dus niets geleerd? Wilt u eigenlijk zeggen? Dat we zeg maar toch een volkje zijn van efficiëntie en doelmatigheid. En dat we net genoeg is net genoeg. Hè. Tegenwoordig leeft iedereen toch een beetje van vandaag besteld, vandaag in huis. Nou, we hebben in de coronatijd toch ook moeten ervaren dat dat heel anders is als er op een gegeven moment een kink in de kabel komt. En het niet zomaar te bestellen is. En dan slaat de paniek toe. En in één keer wil iedereen wc-rollen gaan halen bij de supermarkt. Dit wil ik zeker niet daarmee vergelijken. Maar ik wil wel aangeven dat de les die we misschien niet echt hebben geleerd is van dat je niet alleen maar... dat je een systeem moet hebben waarbij het Centraal Orgaan Asielopvang, het COA wordt vaak genoemd, die met name voor de opvang moet zorgen. Ja, die hebben nu zoveel tijd en energie moeten ze stoppen in het zoeken van locaties om mensen te huisvesten. Dat is heel erg lastig. En Ter Apel is natuurlijk al langere tijd niet voldoende om de instroom ook te kunnen begeleiden. Mensen willen daar zijn. Van die 700 mensen, heel veel van die mensen willen daar eigenlijk ook niet weg. Omdat ze bang zijn dat als ze niet bij Ter Apel blijven, dat ze dan niet ingeschreven worden. Ja, en dat is denk ik toch wel een van de zaken waar we nu heel snel iets aan moeten doen. En wat mij betreft kun je er ook andere, bijvoorbeeld defensie voor inschakelen. We hebben dat met corona gezien. Hè? Dat noemen ze dan de triage als je in een ziekenhuis ligt en je moet snel naar een ander ziekenhuis. Dat heeft uiteindelijk defensie overgenomen in die periode. En dat heeft heel goed gewerkt. Defensie is daarin in logistiek heel erg sterk. En denk je van ja, dat soort oplossingen zouden dan ook moeten kunnen werken. Maar mensen zijn zo bang, die asiel
zoekers die daar zijn, dat ze als ze nu weggaan daar, dat ze dan hun plaatsje kwijt zijn. Dat ze ja, daar buiten blijven staan. Ja, en het probleem zit natuurlijk niet alleen bij de vluchtelingen, maar ook doordat er geen doorstroom is en dat er nog heel veel statushouders ook in Ter Apel zitten. En welk nou, niet alleen Ter Apel, er zitten heel veel statushouders in heel asielopvang in Nederland. Ongeveer 13.000. En dat is het verschil tussen een asielzoeker en een statushouder. Dus misschien goed om dat ook nog even kort uit te leggen. Dat iemand die asiel zoekt, die wordt ingeschreven. En die gaat eerst nog door de molen om te kijken of hij in Nederland mag blijven. Maar de statushouders heeft dus eigenlijk het boterbriefje om te blijven. Heeft hij. En die, het enige wat dan nog eigenlijk zou moeten gebeuren, is dat hij een woning krijgt. Nou, die wordt dan in een bepaalde regio toegewezen. Maar dan moet hij er wel zijn. En dat verzorgt natuurlijk ook voor extra problemen. Ja, die woningen zijn er op dit moment natuurlijk niet. Hè. Heel veel gemeenten hebben daar heel veel moeite mee. Overigens, ten aanzien van de statushouders heeft de provincie een wettelijke taak om gemeenten, die krijgen een x-aantal statushouders toegewezen ieder jaar, die ze een woning moeten toekennen. En de provincie moet daarop toezien. En dat gaat best stevig. En als je dat niet doet als gemeente, dan kan het in het uiterste geval zo zijn dat er dan, en dat noemen we een in de plaatsstelling, maar dat betekent eigenlijk dat dan de provincie huizen gaat zoeken op kosten van de gemeente. Dat is volgens mij in Noord-Holland nog niet gebeurd. Er gaan wel eens brieven uit naar gemeenten. Is dat wat nu in Tuberg is gebeurd? Nee. Want daar heeft het COA het betaald. Nee, want daar gaat het niet over statushouders, maar daar gaat het over vluchtelingen. Dus daar gaat het erover dat het COA, dat centraal orgaan, dus een hotel koopt om daar tijdelijk asielzoekers in op te vangen. En daar zit eigenlijk het grote probleem. Maar het is natuurlijk niet alleen de opvang van de asielzoekers. Het gaat natuurlijk ook over de zorg die je hebt als die mensen er zijn. De medische zorg, maar ook vaak de psychische zorg. Er zijn natuurlijk veel mensen die niet voor niets naar Nederland toe komen en die ook een aanleiding hebben om te vluchten voor oorlog. Of, dus daar komt heel veel achterlangs. Mensen hebben ook recht op onderwijs. Je moet allerlei dingen geregeld worden. Ik denk dat daarin dat hele totaalpakket, je zou bijna kunnen zeggen de perfect storm noemen ze dat wel eens. Alles komt dan bij elkaar. Ja, en loopt dan spaak. U kijkt naar uw gemeente, waarop loopt het spaak? Nou, ik heb geen gemeente, ik heb een provincie. Naar uw provincie en naar de gemeente binnen uw provincie. Nou ja, kijk, we hebben 5 veiligheidsregio's. Hè, dus in die zin. En wat je ziet is, en waar we heel erg ook naar op zoek zijn, is dat je niet iedere gemeente kan evenveel. Bijvoorbeeld gemeentes Amsterdam, Zaanstad, die doen heel erg veel. Haarlem heeft ook heel veel gedaan. En toen eigenlijk, ik wil niet zeggen dat spaak loopt in Noord-Holland. Tegendeel is waar. Ik mag voorzitter zijn van een provinciale regietafel asielopvang. Daar zitten de 5 veiligheidsregio's namens de 44 gemeenten. Daar maken we met elkaar afspraken. Dat proberen we zo goed mogelijk te doen. En ik kan eigenlijk niet anders zeggen dan dat heel veel gemeenten in Noord-Holland juist heel erg hun best doen. Gisteravond was nog Frank Dales, burgemeester van Velzen op de televisie. Die meewerken om een cruiseschip aan te laten leggen in Velzen-Noord. Praat je over 1000 mensen opvang. Maar ook daar spelen natuurlijk dezelfde issues die je goed moet regelen. Medische zorg, dat het allemaal goed en netjes en veilig kan. Zaanstad, enorm veel gedaan. Dus ik zie eigenlijk dat in Noord-Holland we heel erg ons best doen. Desalniettemin zien we ook dat zeker voor de wat middellange termijn er toch nog wel uitdagingen zijn om dat met elkaar op te lossen. En structureler ook vorm te geven. Want Ter Apel is nu zo nijpend en zo mensonterend, zou je kunnen zeggen. Nou ja, dat zal jij ook zo ervaren hebben als je leest dat Artsen zonder Grenzen eigenlijk geen grenzen overhoeven, maar in hun eigen land te gaan acteren. Ja, dat zou eigenlijk niet moeten. Aan de andere kant, is het echt van belang, en dat ziet iedereen, dat we hierin helpen. En dat zijn alle gemeenten het over eens. We moeten die statushouders, we moeten vluchtelingen, we moeten ze helpen. Aan de andere kant is de woningnood voor een ieder heel groot. Hoe bewaar je die balans? Ja, en ik zie ook dat soms ook wel vermengd wordt. Hè, en dat is soms wel eens jammer, want ik denk dat heel veel mensen ook datzelfde gevoel hebben wat jij net uitspreekt. Dat we inderdaad in deze wereld elkaar moeten helpen. Het is niet zo lang geleden dat er toch iets gebeurde in Europa wat we allemaal nooit hadden kunnen voorstellen. Namelijk dat de Oekraïne is binnengevallen. En dat dat in één keer een enorme storm van vluchtelingen op gang helpt. Laat het nooit bij ons gebeuren, maar dan is het fijn als een ander land ons zou willen opvangen. Aan de andere kant zien we ook dat we gewoon naar oplossingen toe moeten die ook voor de lange termijn veel beter houdbaar zijn. Die woningmarkt,
dat was al een probleem. Hè? Dat was al een groot probleem. En daar zullen we dus ook op de korte termijn echt ook met tijdelijke woningen oplossingen moeten gaan zoeken. Nou, daar zitten wij als provincie natuurlijk ook bij. Daar denken we op dit moment ook over mee. Ik ga hier geen concrete locatie noemen, maar er wordt wel nagedacht om niet alleen voor asielzoekers, maar ook voor een bredere groep woningen. Want als je nu in het onderwijs zit in Amsterdam of bij de politie werkt of wat dan ook, dan vind je ook geen woning. Hè. Dus het is heel belangrijk dat we daar veel breder naar kijken. Maar ook spoedzoekers, mensen die in één keer op straat komen te staan en een dak boven hun hoofd moeten krijgen. Dus er zijn meerdere doelgroepen waar we aandacht aan moeten besteden. En ik denk dat we voor de korte termijn even een enorme boost nodig hebben van duizenden van dat soort woningen. En dat lost niet op de lange termijn de problemen van de totale woningmarkt op. Maar dat kan in ieder geval voor zorgen dat de mensen ook weer vertrouwen erin krijgen dat uiteindelijk ook die woningmarkt wel weer goed gaat komen. Maar dat duurt. Dat heeft gewoon meer tijd nodig, want het heeft ook met ruimtelijke ordening te maken. Met alles moet dan op elkaar afgestemd worden. Bereikbaarheid en et cetera, et cetera. Maar dat zijn wel de uitdagingen waar ook de provincie op dit moment mee bezig is. Ja, ja. Ik was bijvoorbeeld gaan kijken bij Heemstede, waar ze inderdaad op een plek waar bij de Sportparklaan waar Oekraïners zouden komen. Nou, die kwamen niet. Er was meer ruimte voor Oekraïners dan de Oekraïnse vluchtelingen die opvang nodig hadden. En daar hebben ze een hele mooie combinatie van statushouders en nou, mensen die snel hoge nood hadden op een woning, studenten. Situaties als je bijvoorbeeld gaat scheiden, dan wil je niet meer samen blijven. En dat zag er heel mooi uit. Het was een hele. Ze hebben dat heel snel moeten organiseren. Maar dat ook de buurtbewoners die eerst nog een beetje met argusogen daarheen gingen, hoe ziet dat uit elkaar? Op het moment dat dat wordt uitgelegd, dat ze hun vragen kunnen stellen, dat die communicatie vanuit de burgemeester, Nienhuis in dit geval, naar de buurtbewoners, dan zag je een bepaalde. Oh, maar dat is eigenlijk een heel mooi idee. Ja, ja. Is dat misschien de clue? De hele, nou ja, dat is het voorbeeld van toch ook zoals Frank dat aanpakt. Frank Dahlers in Velzen. En dat doet Astrid, maar dat doen ook de andere burgemeesters. Dat is dat je natuurlijk dat goed moet communiceren en goed moet uitleggen. En mensen ook, als iets tijdelijk is, dat het ook echt tijdelijk is. En als je afspraken maakt als overheid, ook als COA of als Rijksoverheid met gemeenten over opvang, dat je die ook nakomt, dat is heel belangrijk. Dat is de basis. En dan vervolgens moet je het ook heel goed kunnen uitleggen. Het is best ingewikkeld soms. Hè? Oekraïense opvang, statushouders, asielzoekers. Dat zijn allemaal verschillende. En dan hebben we ook nog veilige landen, zoals we het noemen. Mensen die eigenlijk dan weer in een speciale begeleiding moeten. Want die moeten eigenlijk Nederland weer verlaten. Kortom, het is best ingewikkeld. Dus dat uitleg is heel erg van belang. En ja, dit soort initiatieven, daar geloof ik ook wel in. Want ik denk dat juist ook die mengvorm heel belangrijk is. Maar ook dat je ook laat zien aan je inwoners dat er juist ook voor de eigen de inwoners die er al wonen, ik zou bijna zeggen eigen inwoners, maar de inwoners die al in Heemstede of waar dan ook wonen, dat er ook ruimte voor is om dit soort problemen te tackelen. Want dat bepaalt toch ook een beetje dat gevoel van, goh, raken wij nou alles kwijt? Of waar moet ik nou eigenlijk bang voor zijn? Dus dat communiceren is heel erg van belang. Alhoewel ik ook besef dat er altijd een groep mensen zal blijven. Hè, die sceptisch is en die kritisch is. Nou, dat vind ik in de politiek. Dat is altijd goed om kritiek te incasseren. Maar ook wel gewoon het gesprek aan te gaan, te luisteren. En, maar uiteindelijk soms ook als bestuur je verantwoordelijkheid nemen en een besluit nemen. Oké. Meneer Van Dijk, Arthur Van Dijk in dit geval. Want ik mocht al lang tutoyeren binnen. Gooi altijd alles nog steeds. Je blijkt wel netjes te doen dan. Ja, ik heb heel lang in Engeland gewoond. En daar is iedereen you. Yeah. Dus ik moet nog steeds schakelen tussen u en je. In dat geval mis ik Engeland. Heel erg dank voor uw tijd en voor uw toelichting. En ik wens u heel veel succes en vooral heel veel wijsheid met alles wat op uw en jullie bord ligt. Ja, dankjewel. Dankjewel.